Kijk, daar vloos het in de duinen. Bij die berg. Een berg met zand. Ja. Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Ultrex. De enige echte natuurlijk, hè? Ja, de enige echte. Nou, hij is eindelijk. De enige echte. Hij is er eindelijk weer een keer bij, hè? Tjonge, dat is echt lang geleden. Hij is er weer bij ons. Kevin, hij is er weer. Oh, hallo. 300 kermissen verder. Één Efteling-vlog verder. Ik ga mee wanneer ik kan. Hij gaat mee wanneer hij kan. Nou, we hebben bij ons Kevin. We hebben bij ons. Ja, de camera was niet goed gericht. We hebben bij ons Joost. Mooi, ja. En na 300 jaar. En dan krijgen we nu het grote moment, jongens. Even tromgeroffel vol petten. Breaking news. We hebben bij ons. Voilà. Jamolski. Ben er weer. Zo, dat is echt lang geleden. Mooi, ja. Dat is echt 3-4 jaar geleden, denk ik, voor het laatste. Ja, jeetje zeg. Lang geleden, ja. Dat is echt lang geleden. Maar ja. Ramoski is er ook weer, jongens. Ja, dat is belangrijk, zeg. Hij is er weer bij. Helemaal super. Dus, het is wel ontzettend druk, is het? Hè? Ja, het is vrijdag, hè? Het is hartstikke druk. Het is vrijdag, het is wel hartstikke druk. En we komen weer net bij tijdelijke hoofdingang. Komen we. Nou, daar zijn ze nog aan het verbouwen. Jullie hebben net ook al een heel klein stukje te zien ervan. Dat ze aan het verbouwen waren, maar en dit staat ook leeg. Dit is ook. Nee, ik zat een beetje water in te zien. Ja, maar normaal zitten de vissen erin en zo. Ja, klopt. Helemaal niks nou meer. Helemaal niks. Dus. Nou, we gaan in ieder geval een leuke dag ervan maken vandaag. Ja, en ja, we gaan wel zien hoe ver we komen vandaag. Een drukke boel vandaag. Ja, het wordt een drukke boel. Ja, nou ja. Hebben mensen dan, hè? Ja, het wordt meer een wachtdag vandaag. Ja, de wachteling. Hè? De wachteling. Ja, het is ook de schutteling nou, hè? Ja, en de stijgeling. En de stijgeling. Is het. Dus nou, we gaan het wel zien. In ieder geval, ik heb er heel veel zin in. Ja, ik had al gezegd, hè, van ja. We gaan weer eens even een keer naar de Efteling toe, want het was alweer een maand volgens mij geleden of zo. Een paar weken. Ja, voor mij, ja, voor jou een lange. Voor jou is volgens mij de eerste keer in 2000. Niet te vaak komen meer, hè? Nee. Nee, stel dat je, hè? Stel dat je vastgeroest gaat zitten. Dat je zo vaak er naartoe gaat, hè? Wat zo saai, hè? Ja, op een gegeven moment wel. Dus, en daar heb je hem, jongens. Daar heb je hem. Nog eventjes. Nog een paar maandjes, dan is het afgelopen. Ja, het duurt niet lang meer. Het zijn nog maar een paar maandjes, dan is het afgelopen met het spookslot. Wat is jouw mening erover? Ja, jammer. Ja, hè? Echt jammer, hè? We gaan er vandaag ook nog wel een keer. Binnenkort. We gaan er vandaag ook nog een keertje in. Dus. Binnenkort gaan zo'n jongens een draak afbreken. Ik denk dat dat de volgende attractie wordt. Ik denk dat George en de Draak, dat de volgende attractie wordt die afgebroken wordt. Weet je hoeveel de storing dat ding heb de laatste tijd? Echt veel storing, hoor. Die kan al een paar jaar mee, hoor.
Ja, oe. Bij de Pegasus ging het ook hard, hoor. Ja, was ook een stuk ouder, hier was een stuk ouder, hè? Ja. Dus En Joost, zeg eens 4. 5. Nee, zeg eens 4. 5. Je gekrast al een keer. Doei. Doei. Oh, nou, de volgende attractie. De Droomvlucht, hè? De eerste. De eerste attractie voor vandaag. De volgende. Ja, nou ja, de volgende. De eerste. 20 minuten wachten. Ja, het is echt wel druk vandaag. We zijn hier op een vrijdag, zijn we hier ook. Het is vandaag de vrijdag de 25e. Dus ja, het is behoorlijk druk is het. Dus, maar ik ben vandaag Ramon's vriend vandaag de hele dag. Ramon is natuurlijk 2-3 jaar niet geweest of zo, volgens mij. Ik ga alleen, jullie gaan met z'n drie in het karretje. €143 hebt op z'n rekening staan. Nee, 2-2. Op z'n passie. €143, dus nou, dan gaan we even opmaken vandaag. Vandaag moet wel het hele bedrag op zijn, hè, in één dag. Maak gewoon heel z'n... Plunder even z'n bankrekening even. Nou, moet eens kijken hoe druk het is. Oh, wat druk. Nou, Wij gaan wachten in de rij, gezellig. Ja, we staan hier al een tijdje. En dan wat te zeggen, Kevin? Hoi. Hoi. Ik zal er even zijn, doe ik mijn oog even dicht, dan trip ik even en dan zeg ik wat de boodschap is. Geen idee. Ik zal er even zijn, doe ik mijn oog even dicht, dan trip ik even. In de hemel. De hemel. De hemel. Nou, daar gaan we dan nog, hè.
daar weer. Ja, dat was er weer. Dat was er weer, jongens. Oh. Oh ja. Dat is niet niks, hè, zou ik maar zeggen. Dat is niet niks. Uit de droom. Uit de droom? Ja. Dat is één grote droom. We zijn nou weer wakker. Alles moet gefilmd worden. Dat hebben we wel mooi bewijzen hier liggen. Nou jongens, kijk eens eventjes. Ramon op getrakteerd. Dankjewel Ramon. Ja, ja, graag gedaan. Lekker broodje, dankjewel. Ja, graag gedaan, hè, voor iedereen. Super. Ja, dankjewel, hè. Ja, ik zelf heb hier een... Dat is een apart, hè. Dat is nieuw volgens mij ook. Ja, nee hoor. Maar heb jij ook nog niet eerder gefilmd? Nee, dit is ook weer even wat anders. Voor de kijkers is die nieuw. Ja, daarom. Maar in ieder geval, ja, er is een nieuw broodje met allemaal dingen erop en zo. Ja, dat is ook lekker ruur. Dus, maar ik hou gewoon... Ja, allemaal dingen erop. Maar ik vind gewoon het standaard broodje vind ik altijd het lekkerste. Altijd. Ja, mooi hoor. Dus nou, gaan we even lekker op je eten. Ja, dat is mooi hoor. Nou, dat is ook weer nieuw. Ja, nee. Pop-up broodje. Ja, ja. Ja, dat is wat. Joh, echt waar, meen je het? Ik dacht dat het blijvend was. Als dat zo was. Als het een tijdelijk, als het een definitief, dan had het geen pop-up geweest. Mooi hand. Lekker bij de hand, zeg. Jongen, wat ben je toch ook lekker bij die hand. Maar dat zijn ze dus ook weer aan het maken. Ja, voorlopig. Ja, maar het is wel tijdelijk, Kevin. En voorlopig. Ja, het is wel tijdelijk en voorlopig. En voorlopig blijft het. Maar het wordt wel eens wordt het weggehaald. Eens, ja. Eens. Het wordt eens wordt het weggehaald. Een bulldozer en het is weg. Ja, ja, bulldozer eroverheen, weg. Ja, mooie actie. Leuke actie tussen de ogen. Jongen. Leuke actie moet ik doen. Nou. Nee, nou. Even inpakken, we gaan weer naar huis. Nee. Ron is er alweer helemaal klaar voor. We hebben nog een hele mooie dag gehad. Ron is er alweer helemaal klaar voor. Ja, jongens, de koffie is klaar. Kunnen we nog even lekker bakken koffie nemen? Maar je hebt hier, hoe heet die? Jokie en Jet. Hallo allemaal. Hallo allemaal. Hebben jullie zin om samen te eten gaan? Ja. Gelukkig nou, dan is het tijd om te vertrekken. Ja, is hier ook. Is een feestje. Vuur van me. Wat? Oh ja. Kom. Zoiets, op zoek naar avontuur in de bed. Marco en Miri. Dikke pret. Hé, hey, nou daar gaan we dan. Ik heb het nou wel weer gehad. Zo, goeiedag dan. Een lekkere rij staat er. Jeetje, we moeten kijken wat de rij joh. We zijn helemaal vol man, met mensen man. Ja juist, we hebben niet zo uit man. Nou, wij gaan even wachten in de wachtrij. Ja, dat is Ramon, dat is een tijd geleden, hè? Ja, dat was zeker weer lang geleden, hè? Een tijd geleden dat ik weer geweest ben, hè? Ja, ook, dat is mooi, hè? Ja, loodsje. Loods. Oh ja, dat is niet gek, hè? Ja, super loods. Ja, la 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 la.
zit weer in een vieze kleur. Nou. Dat kan toch weer niet, hè? Waarom nou? In de Joostkleur, hè? In de Joostkleur. Joost. Kijk hier, heb je peenhuilen gezicht hier? Ja, bedankt. Ja, precies. Joost! Good life! Good life! La. Hey Joost! Heb je ook zo'n hekel? Dat ook sowieso, hè? Ik kan Joost niet filmen. Maar helemaal uithangen. Meer op een rotplek, hè? Heb je ook zo'n hekel aan de kerk? Nou, dit gaat allemaal te lang duren. Tot zo! Attentie! Hé, eindelijk, we zijn er weer. Attentie, attentie, we mogen weer verder. 1, 2, 3, 4! Zo verschrikkelijk lang. Oh, mijn maskertjes daar. Maskertjes. Dat is Jelle dadelijk, hè? Jelle komt Jelle dadelijk.
drie pingwings voor mij haalt. Ja, ik wil dat je het hek overgaat en drie pingwings voor mij haalt. Goeie! Leuk actie! Ik heb het ook altijd heel leuk als ik het doe. Ik maak het een deutval. Goeie buren, man. Ja. Nou, dat was het weer, jongens. Ja, maar wat wel even leuk. Ik kon nog op de volgende kant wel even leuk. Ik heb er wel een beetje van. Ja, vooral wat is wel een beetje. Ik denk trouwens ook voor mij ook een deutje filmen. Dit. Ja, dat is wel leuk. Dat is allemaal. Goed aan de buren. Nou, dat was er weer, jongens. De Kunnepopfestival. Daar sta je in de wachtrij voor je Scirocco.
Ze zou nog met water doen en zo, maar dat hebben ze nog niet gedaan. Ja, ik heb vorige keer uitgebreid gefilmd, ga ik nou niet doen. Maar ja, het is wel mooi geworden. Ik ga daar nog wel even kijken. Dit is het dus. Gaan we oma zitten? Het lukt. Nou jongens, de pagode. Ook in onderhoud zijn ze ook mee bezig. Ze allemaal, staan allemaal stellages omheen. Stellages. Stellage. Daar is een hele stellage. 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 Dus die is nog wel open. Toko Pagode, die is wel open. Maar ja, dit zijn ze dus helemaal aan het renoveren. Helemaal in de stijgers helemaal. Ja. Dus ja. 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 Het is echt verschrikkelijk druk vandaag, jongens. Het is echt ontzettend druk. Jeetje, ze hadden op de website hadden ze aangegeven van bij verwachte drukte van nou ja, stil. Maar het is nou echt ontzettend druk. Maar het is ook mooi weer. Zeker. En het lijkt wel dat er ook de kinderen nu naar school hoeven vandaag. Iedereen is met kinderen naar school naar de Efteling gekomen. Dus en de bootjes ook, die zitten ook weer helemaal vol. Alle bootjes zitten helemaal vol. Dus ja, het is druk in de Efteling vandaag. Weinig attracties vandaag, denk ik. Nou, dan gaan we hierin. Ja, die staat ook helemaal vol. Moet je kijken hoe druk het is daar zo. Jeetje, zeg hé. Ja, valt voor mij. Ja, valt voor mij. Twee rijen. Ja. Hoe heet die? Bij wat? Bij die achterlijke dingen. De achterlijke dingen? Welke achterlijke dingen? Oh ja, de... Welke achterlijke die dingen? Loods. Ja, loods. Wat voor loods? Deze loods. Welke loods? Deze loods. Wat hoorde ik nou even raars? Iets over Sparta. Ik hoorde iets van... Die degradatie degradatieclub, hè. Dus, nou, we gaan even verder kijken. Nou, Symbolica is ook verschrikkelijk druk. Dan gaan we dit vandaag niet doen. Ik vind 5 minuten te lang. Ja, ik vind zo... Joost zegt, ik vind... zelfs 5 minuten vind ik te lang. Voor de Symbolica. Ja, voor de Symbolica wel. Joost is te veel verwend. Dat is het gewoon. Joost, ik ben gewoon verwend. Joost, ik ben gewoon te veel verwend. Ja, voor de droomvlucht heb ik wel 5 minuten gebroken. Ja, die wel, hè. Ja, maar die is mooi, hè. Ja, maximaal dan, hè. Die is mooi, hè. Alles is mooi. Hè, Joost? Droomvlucht is mooier, hè. Ja. Ja, dat wel. En jij, Ramon, wat vind jij ervan? Van hoe het eruit zag. Ik vond het ook wel mooi om te zien. Voor de Sirocco. Ja, ik vond het ook wel mooi uit te zien. Verder gewoon. Het zag er wel mooi uit, hè? Ja, het is al mooi voor dat. Echt weer een vernieuwing. Het is weer helemaal anders. Dus. Ja, het is heel anders. Het is mooi goed dat in ieder geval weer. Het is alleen jammer. Is even wat weer goed. Ik vind het alleen jammer dat de achtergrond waarom we die weg moesten, vind ik een beetje jammer. Ja, ik vind het wel een beetje triest eigenlijk. Ja. Hè? Ja. De achtergrond vond ik wel een beetje triest eigenlijk. Ja. Waarom die nou weer aangepast moest worden, maar ja. Dat heb je. Zo gaat dat, hè, tegenwoordig. Tegenwoordig moet je als. Tegenwoordig moet je als Nederlands Park. Als er maar 1 of 2 huilenbalkjes zijn, moet je gelijk een heel park moet je aanpassen. Dat is tegenwoordig 2022, hè? Ja. Is dat zo? Hoort gewoon zo, hè? Oh, daar gaat hij weer, hoor.
Daar gaat hij. De Baron 1898. Baron 1898. Nou ja. Wat is boten? Joost, de mening weten we al over deze attractie. Mooie afdaling hoor. Ja, mooie afdaling en verder de rest. Ja. Hoe is hij? Hoe is hij? Verder is die oeisaai, zegt Joost. Joost vindt er niet veel aan. Nee. En jij, Kevin? Wat? Wat vind jij nou van Baron 1898? Een leuke baan. Een leuke baan. Ja, een leuke attractie. Ja, Joost, Faal is ook mooi, is ook leuk. Joost, Faal. Faal is wel mooi. Ja, is ook leuk. Het is mooi om naar te kijken. Wat is mooi? De afdaling is mooi. Ja, is ook leuk. En voor de rest vind je Joost er niks van. Is ook leuk. Oh, dat Joost er ook niks van vindt, vindt hij ook leuk. Joost? Wat jij er voor de rest helemaal niks aan vindt, dat vindt Kevin leuk. Ja. Oh, je bedoelt... Leuk! Leuk! Dus, nou, daar heb je... daar heb je Kevin's FAP-attractie. Mama, ik ben opgelegd. Dat is Kevin's attractie, hè? Hij is alleen uit. Ja, een schommelschip, hè? De halve maan. Nou, hier kun je nog lekker vis halen. Ja. Wel mooi, mooi nog vis. Je hebt toch nog 300 euro op je rekening, dus koop gelijk de hele viskraam leeg. Nou, als zijn ik... we daar ook weer vanaf. Nou, als ik iets lekkers wil, dan... Ramon, wil je ook nog een Polkamarina? Ik zou het niet weten. Nou, dan gaan wij de Polkamarina in, Ramon. Oh, ook al weg. Ook al weg. Nou, ja, dat is Kevin's FAP-attractie, die is er nog wel. Hé, hey, Joost! Ja, dit. Ook zeg ik, ga er gerust in. Nou, ga lekker het schommelschip in, dat ik even lekker biertje halen. Waar? Waar, daar. Daar kan je bier halen. Joost, daar. Ja, dan haal ik een biertje, dan ga ik even de attractie in, hè? Ja, oké, okay, is goed. dat is ook mooi, hè? Zo, nou jongens, een lekker biertje erbij. Ook weer van Ramon gehad. Lekker. Ramon is gul vandaag, jongens. Ja, mooi. Dat heb je als je genoeg op de potje hebt van. Ja. Nou, Ramon, ik zou zeggen, jongens. Ja, proost. Proost, zegt Joost. Lekker dag. Dus, ja, ik kan echt wel trekken. Kom nou toch niet te rijden, dus... hè, Kevin? Kom nou lekker toch niet te rijden, dus... Nou, ik ken me vorige keer nog iemand herinneren. Die moest nog gewoon terugrijden en die had er gewoon ook een paar biertjes op. Ja. Oh, ja, dan weet ik niet meer wie er... Ja, ik weet niet meer wie er was. Nou. Nou, dit is er weer teruggekomen. Wel. Dit is er weer teruggekomen. Wel, knap. Nou, dat was natuurlijk hoe heet dat? Dat waterbed achter het ding gestaan. Ja, maar die ging toch 10 keer. En die ging elke keer kapot. Nu hebben ze dit ervoor teruggemaakt. Ja, het is voorlopig eventjes dit. In ieder geval. Kijk, dit hebben ze ervoor teruggedaan. Dit was vroeger het water, zo'n soort waterbedachtig springding. Het was een soort deken was het met water. Het vindt wel een beetje. Ja, het vindt wel een beetje, hè? Ja, het zit wel een beetje, maar... Nou, dit is er weer teruggekomen. Mooi, hè? Of was dat? Ja, dat was het. Nou, up weg, eruit. Gewoon we weer. Dat was een kutslag. Papier? Kijk, dat heb ik aan hier weer, hè? Papier? Papier, daar. Papier? Daar. Papier? Kan niet. Kan, ja. Ja, en de Python, hè, de Python. Ja, kom maar. Python. Daar is het. Wat duurt het lang? Ja, normaal gaan ze achter elkaar. Als de ene station binnenrijdt, dan gaat de andere al de liftheuvel op. Als ze binnenrijdt. Maar rijdt er meteen trein, volgens mij. Dat is ja.
hier in het station uit zou hebben. Hier is hij. Hij is met een trein. Oh, dat is ook lekker dan. Gaat hij zo lang? Ja, vind ik gek dat dat trein zo lang is. Als je maar met één treintje rijdt. Gaat hij hoor. Daar gaat hij hoor, daar gaat hij hoor. Dus even kijken of ik nog als rikketik heb. Ja, ja, hij heeft het als rikketik. En daar gaat hij. Met de pilaar in de weg. Hup, één keurtrekkertje. Twee keurtrekkertjes. Ja, dat was hem. Nou, de Joris en de Draak is ook dicht. Er zijn heel veel attracties zijn er dicht, waaronder Joris en de Draak is dicht. Max en Moritz is vandaag dicht. Dus er zijn al echt een heleboel achtbanen zijn er dicht vandaag. Dus ja, het enige wat je kan doen is eigenlijk de Python. En de Vliegende Hollander is wel open, maar is ook ontzettend druk. En ja. Ja, ze rijden echt maar met één treintje reizen maar. Dus echt, ze rijden maar met één treintje. Dus het is lang in de wachtrij staan nou. Nou, de Vliegende Hollander. Ook helemaal in de stijgers. Vliegende Hollander is ook helemaal in de stijgers helemaal. Vliegende Blinde. Ja, de Vliegende Blonde. Ja, de Vliegende Ricardo, hè. De Vliegende Ricardo Blinde, hè. Dus, nou, ook helemaal in de stijgers helemaal gezet. Ook onderhoud dan. Ook daar is er eentje aan het boren daar zo. Dus, ja. Daar gaat hij, hoor. Natte mensen in mijn park. Ik wil geen kletsnatte mensen in mijn park, Joost. Hey? Hi, hi, hi. Ik wil geen kletsnatte mensen in mijn park hebben. Hi. Ik wil dit zien. Zien. Ik wil gekletst dat mensen. Jawel. Juist wel. Het was Draak weg gehad al, maar Juist en Kevin die zeggen dat hij daar nog staat. Ja. Ze hadden gezegd dat hij weg, misschien is hij inmiddels alweer terug. Ja, staat hij. Dan is hij misschien inmiddels alweer terug. Hij is weg geweest. Kan. Hij is weg geweest. Dus ja. Maar je kan nou daar ook helemaal niet komen. Het is helemaal afgesloten helemaal. Dus dat is helemaal afgesloten. Ja. Thank you.
Joost, leuk baantje, hè, Joost? Ja, mooi, fantastisch. Joost vindt het een mooi baantje altijd, hij gaat er graag in, Joost. Ja, een mooi baantje, hè? Ja, Joost vindt het leuk om erin te gaan. Van begin tot eind. Fantastisch. Ja, Joost vindt alleen het begin leuk. Ja, van mij wel, klaar leuk. Ja. Ja. Dan wel. En dan bel ik u? Ja, en dan bel ik u? Ja, ja, dat niet. Nee, dat niet. Dus een halve omzwaai is het. Ja. Een halve omzwaai, jongens. Sla. Die bron 1898. Op een kantje, de vis. Een kantje, dadelijk. Zit hij de hele tijd te klagen dat hij het helemaal niks vindt, maar hij gaat er wel in. Ja, voor zover is hij nog niet persoonlijk op de nacht. Ik denk, Joost zit uit te klagen. Welke heeft hij zich zo'n dan gaan ze weer wat lekkers halen. Gaan ze weer snoepen, die snoepert. Ja, snoepert. Dus. Oh, ja. Nou, we gaan even kijken wat ze nou weer gaan kopen. Nou, ze zei dat Max de Moritz dicht was. Nee hoor, hij is gewoon open. Hij is gewoon open, ze kunnen gewoon in. Ja. Nee, hij is gewoon open. Open en dit. Max de Moritz. En hoeveel staat er qua tijd? Ja, 5 jaar. 30 minuten. 5 jaar wachten. 30 minuten, denk ik. Dus, ja. Nee, daar hebben we ook nog steeds niet in gekend, omdat het elke keer zo druk is. Een bakkerij Krummel. Maar zo. Bakkerij Krummel. Dus, het is nou wel rustig. Ja. Ja, 30 minuten. Oh. 30 minuten voor Max Moritz. Wat krijg je 30 minuten wachten? Okay. Ja, dat zou best wel kunnen. Het is echt fucking druk daar zo elke keer. Ja, daar is ook wel gek trommel. En hij is er open, oké. Okay. Joost Krampie is open. Ja, maar het is goed. Ja, Joost Krampie is open. Ga ik eens even lekker broodje halen. Dat denk ik wel. Nou, die anderen die hebben allemaal gyros op. Ook lekker. Gyros. Ook lekker, gyros. Als vlees, lekker. Ja, gyros. Nee, dat is wat anders, ja. Gyros. Maar ik heb een lekker broodje. Joost heb ik. Extra lang. Ja, extra dik. Joost, die bal nou al een beetje. Nee hoor, er zit elke week een kraampje bij mij in de buurt. Oh, er zit elke keer een kraampje bij me in de buurt. Dus, nou, wij gaan een kraampje, ik ga even een kraampje eten. Ramon die heeft die kugels op. En die staan nou ook alweer in de rij, nog een keer voor... Ik heb wel gewoon geluk gehad. Normale worst. Ja, een beetje hetzelfde als dat. Dat is de grote. Ja, ook een beetje. Dus, nou, ik ga lekker op papje eten hoor. Nou jongens, de volgende attractie is de Fata Morgana. We gaan de Fata Morgana heen. Nou, dit is een ongelukje gewoon met mijn tas, kijk. Heel mijn tas zijn nat. Dus ja, dat is mooi balen. Maar nou, ik moet mijn tas vasthouden. Als ik mijn tas nou om mijn ding doe, dan... is helemaal smerig. Dus, nou, daar gaan we dan. Geen grote wachtrij. Kijk,
Zo, en kijk eens. Wachttijd. 5 minuutjes maar. Nou, dat is wel even te doen, hè? Dus we gaan eens even genieten van de Fatsa. Fatsa Morgana. Kun je zo door met deze? Nou, dat is lekker. Kun je zo doorlopen nou? Hoppa. Ik zou moeten de best doen. Ja, daar gaan we dan hoor. Daar gaan we dan hoor. Zo, het lijkt een stuk donkerder. Jeetje. Nou, er staat weinig gereed. Kijk maar. Er staat bijna helemaal niks. Je kan zo in één keer doorlopen. Oh,
En de soep. Nieuwe deelnemers van de Justy Band. Ja, mooi hè. Oh, ja, dan had jouw ons ook over. Wat? 7 minuten 4. We celebrate via Fion de 70ste verjaardag van de Afteling. Ja, mooi. Hè. Onze medewerkers hebben iets heel leuks in het vet. Kijk bij Shows in de Afteling app. Voor meer informatie, check de Efteling aan voor het vier moment om 4 uur. Celebration at 4 o'clock. Dank u. Mooi hè. Dat is een zaak hè, dat is wel niet goed. Gelegenheid. Ja, wat zijn dan? Alleen muziek. Alleen toch alleen muziek krijg je. Ja, meer niet. Dit. Ik word ook een beest. Nee, het was ook eigenlijk dat ze. Nee, dit een beest. Ik word pas ook hier. Ja! Ja, la.
Ja, ook een soort spookspot. Maar alleen dan op een andere manier. Maar dan dans macabre. Maar ze gaan ook heel veel dingen gaan ze gebruiken wat in deze attractie is. Ja. Dus ze gebruiken heel veel dingen gaan ze hergebruiken. Ja, maar dit gaat binnenkort plat, jongens. Ja. Een paar maandjes, dan is het zover. Dan zit het erop. Ja. Thank you.
Met lampjes zorg ik kinderen. Ja, en reis. Ja, ja, dan is het. Nou. Met lampjes. Nee, die zijn er. Mooi. Hoe duidt er geen lampjes? Ja, tijdelijk. Ja, boven voor Kevin, want voor Kevin is die vast. Ja,
ijzeren achtbaan. Van papier. Van papier, ja. Oh, ik volgens mij was ik van hout, hè? Houten achtbaan. Houten achtbaan, we hebben het ook weer. Ja, we hebben het ook weer. Ja, we hebben het ook weer. Ja, maar. Houten achtbaan, we hebben het ook weer. Het was van een kriktotje, dat was een papierblokje. Ja, dat van water. Kut. Van water. Je hebt de piranha. Ik heb piranha shit. Ik heb piranha shit. Ja. Zo, en even een grote zak snoep gehaald weer.
Nou, deze keer viel het mee, was 17 euro of zo. Nee, 15. Joost, gewoon gewoon een zak van 18 euro. Nee, 17. Ja, dat is echt niet normaal, Joost. Hey. Ja, hoe lang doe je er mee met zo'n zak? Anderhalf dag. Jezus. Ik weet het niet, misschien vandaag, dit keer misschien iets lang. Nee, je bent er net al begonnen, dus hij begint nou al met snoepen. Twee stukjes. Twee stukjes maar. Nou, kijk eens, er komen jongens. Kijken. Ja, precies. Attention, the gondola, ta 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 ta
Ik wil dat je het hek overgaat en drie pingwings voor me haalt. Ik wil dat je het hek overgaat en drie pingwings voor mij haalt. Dat was hem voor vandaag. He? Dat was hem weer voor vandaag. Dus heb je moeite geweest. Nou, Ramon, wat vond je ervan? Ja, het was wel weer een leuk gezellig toch weer voor vandaag geweest. Ja, toch? Was wel weer leuk. Ja, was wel weer gezellig. Het was weer leuk geweest. Nou,
Voorlopig, ja. Volgende keer, dan over 3 jaar, dan is hij er weer een keer bij. Ja, niet over 3 jaar hoor. Ja, niet over 3 jaar. Nee, nee, nee. Ja, voorlopig... De eerste volgende keer weer. Hij doet nou gewoon weer 3 jaar overslaan en dan gaat hij, over 3 jaar gaat hij weer een keer mee. Nee, gun de eerste volgende keer gewoon weer. Nou ja, er staat wel het Efteling Hotel er en zo. Ja. Dat is dan inmiddels wel al klaar, denk ik, ongeveer over 3 jaar. Gewoon de eerste volgende keer, als we weer gaan, dan ga ik wel weer mee. Ja. Maar dan wel op een vrijdag dan, hè? Ja, wel op een vrijdag of op een dinsdag. Ja, of op een andere dag. Of op een maandag of op een woensdag. Kijk, ik heb alle dagen. We kunnen op alle dagen. De laatste tijd deden we het vaak op vrijdag. Ja. Ja, vrijdag hoef je eigenlijk ook niet meer te doen. Moet je eigenlijk op een andere dag doen. Ja, doen we een andere dag wel beter. Gewoon maandag of donderdag. Daar eigenlijk nog beter. Waarom? Dus ja, dit was hem weer voor vandaag, jongens. Ja, het zit er weer op. Het was weer een leuk dagje Efteling. We hebben weer een leuk dagje gehad. En morgen gaan we weer. Ja, morgen gaan we weer verder. Hè. Ja, Kevin weet het nog niet. Kevin is altijd dood op naar de Efteling. Ja, kijk, bij hem. Zo moe. Oude man is het. Ik heb een week om bij te komen. Ik weet nodig. 1 week. Ik dacht dat je 6 weken nodig had. Zo. Dus. Nou, Joost, wil jij nog wat zeggen? Nou, tot, jij ervan? Tot de volgende vlog. Ja, tot de volgende vlog. Ja, morgen, hè? Morgen. Ja, voor ons morgen dan, hè? Ja. Ja. Voor ons morgen. Dus, dat stappen ze, denk ik wel. Ja, dat is inderdaad zo, dus. Nou, jongens, dit was hem voor vandaag. Ik bedank jullie allemaal. Groetjes hier vanuit de Efteling. Abonneer op mijn kanaal. Ja, druk op belletje. En, dan worden jullie op de hoogte gehouden. En, ja, abonneer eventjes op mijn kanaal, jongens. En ik zou zeggen, tot de volgende maar weer. Dit was weer een leuk dagje Efteling. Groetjes van deze kant. En bedankt Kevin. Bedankt Joost. Bedankt Ramonski. Het was weer een leuk dagje vandaag, hè. Dus, met gierende banden naar huis. Met gierende banden. Nou jongens, tot de volgende. Bye bye, groetjes. Hoi. Bandenpiepen. Doei! Dag hoor.